In stilte bereiden wij ons voor op de ontmoeting met de Eeuwige. Gezegend zijt gij, koning der wereld, in wiens hand wij geborgen zijn als de avond valt en het jaar ten einde gaat. Zegen ons vanavond met het licht van uw nabijheid. Amen. Hey,
Ik lees u het gedicht The Skylight door Seamus Heaney in het Engels en in vertaling. You were the one for skylight. I opposed cutting into the seasoned tongue and groove of pitch pine. I liked it low and closed, its claustrophobic nest up in the roof effect. I liked the snuff dry feeling, the perfect trunk lid fit of the old ceiling. Under there, it was all hutch and hatch. The blue slates kept the heat like midnight thatch. But when the slates came off, extravagant sky entered and held surprise wide open. For days I felt like an inhabitant of that house where the man sick of the palsy was lowered through the roof, had his sins forgiven, was healed, took up his bed, and walked away. Het dakraam. Jij wilde graag een dakraam. Ik zag mij nog niet staan zagen in de groef en tand van oud hout. Laagte en dichtheid, daar gedij ik, thuis in claustrofobisch nestverband, droog als tabak. Onder de spanten klopt het exact, klinkt klaar aan alle kanten. Houdt knus de kneuterigheid die feilloos past, onder de pannen nachtelijke warmte vast. Plots zonder leien dak, buitengewone lucht brak in en niets bleef vanzelfsprekend. En dagenlang ervoer ik dat ik woonde onder dat andere dak, dat huis waarin de zieke neergelaten werd en werd vergeven, genezen, bed onder de arm, de toekomst in. Het gedicht dat we zojuist hoorden verwoordt het dubbele gevoel dat ons kan bekruipen op deze laatste dag. Een dag die na zoveel dagen die in elkaar vervloeien voelt alsof hij telt. Als het jaar op zijn einde loopt, krijgen we de neiging om naar binnen te gaan, onder een veilig dak, om de gezelligheid en de warmte te zoeken van wat vertrouwd is. Nu zouden we hen die ons lief zijn het liefst dicht bij ons houden en wat ons dierbaar is koesteren, om maar niets kwijt te raken van wat zo goed en mooi was in het afgelopen jaar. Nu proberen we om in de tijd die ons rest nog één keer onze volle aandacht te schenken aan die gewone dingen waaraan we soms zo gedachteloos voorbij zijn gegaan. Alsof deze laatste uren dubbel tellen. Geleden pijn en verlies, ze mogen, moeten erbij zijn vandaag. Verdriet en moeite, gemaakte fouten, genomen beslissingen. De dingen die te zwaar en te onhandelbaar zijn voor alle dag, zij mogen hier in de stilte worden gewogen en gezien. En dan moet er een dakraam open. Een deur naar nieuwe lucht en licht. Dan gaan we de drempel over naar de toekomst, die zo onberekenbaar helemaal open ligt, dat we niet anders kunnen dan onze hand uitsteken naar de eeuwige. En misschien vinden we de eeuwige wel op een zolder met een dakraam. Blijf niet steken in het verleden. Zo klinkt het in de profetische woorden van Jesaja. Durf uit het raam te kijken, naar de open lucht, naar de toekomst die al gaande is. Jazeker, maar vergeet niet vandaag te leven, waarschuwt Matthäus. Laat de toekomst je lucht geven en geen zware last zijn. Vandaag is de dag, dit jaar is jouw jaar.
Ik zie je zitten daar op zolder, tussen de koffers vol oude dingen, vol herinneringen. En ik zie jouw tranen, zegt de God van het boek Openbaring. En ze mogen er zijn. Maar ik ben er ook. En ik zal er zijn. En samen gaan we de toekomst tegemoet. De profeet Jesaja schrijft: blijf niet staan bij wat eertijd is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. In het evangelie naar Matthäus zegt Jezus: vraag je niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Thank you.
de schrijver van het boek Openbaring, beschrijft zijn visioen als volgt. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Laten we bidden. God, die ons hebt gedragen, ook dit jaar weer. Dit jaar
waarin zoveel gebeurde en zoveel niet gebeurde. Dit jaar vol mogelijkheden waarin toch zoveel niet kon. In dit uur, dicht bij u, spreken we uit onze dankbaarheid en ons verdriet. De ervaring dat ons leven zin heeft en de frustratie om alles wat had kunnen zijn. Zie en hoor ons, eeuwige God, zo vol en zo leeg als we hier voor u staan. God die ons draagt in alles wat het leven van ons vraagt, elke dag weer. In alles wat ons wordt gegeven en alles wat van ons wordt verwacht. In dit uur leggen we in uw handen onze geliefden, dichtbij en ver. Hier bij ons en niet meer bij ons. Zie en hoor ons, eeuwige God. Zo gelukkig en zo eenzaam als we hier voor u staan. God die ons altijd zult dragen. Een toekomst in waarover wij vaak piekeren, maar die we niet kunnen dromen. In dit uur geven we onszelf uit handen. Zeggen we ja tegen uw wijsheid, tegen uw vrijheid, tegen alles wat ons uit uw hand gegeven wordt. Zie en hoor ons, eeuwige God, nu we in stilte aan u voorleggen onze dromen en onze twijfels, onze moeheid en onze energie. En zet uw vingerafdruk op de schone lei van ons nieuwe jaar. Bidden we samen in de woorden van Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ook deze oudejaarsavond vragen we uw aandacht voor het werk van de centrale diaconie van de protestantse gemeente te Den Haag. De diaconie kijkt namens ons allemaal goed om zich heen en signaleert waar er in deze stad concrete hulp nodig is. Onder ouderen, kinderen en jongeren, in de vluchtelingenopvang en het werk met migranten. Ook faciliteert de diaconie de onderlinge relaties tussen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten in Den Haag. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Thank you.
Een nieuw jaar ligt voor ons open. Een jaar vol keuzes die wij moeten maken. Een jaar vol dingen die ons zullen overkomen. Een jaar vol licht en donker. Deuren die zich sluiten en deuren die open zullen gaan. Een jaar dat in de handen ligt van de Eeuwige. Handen waarin ieder van ons zich gedragen mag weten. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.